stupid. Nou, ik lig in het water in Geldermalsen. En ik ben nu op weg naar Wadenoijen. Dat ligt ergens voor Tiel. En na Wadenoijen moet ik nog door naar Echteld. En dat is het eindpunt van vandaag. Maar goed, dat duurt nog lang. Het is nu pas 2:50. En nou, jullie gaan weer zien hoe dat gaat. En hoe ontzettend mooi het hier in de omgeving is. Ik lig hier even aan de kant bij Geldermalsen. Ik denk dat ik me mentaal ook aan het voorbereiden ben op straks dan krijg ik de eerste vistrap waar ik niet doorheen kan kanoën. En dan moet ik dus eruit en erin. En misschien hebben jullie al wel gezien dat uit en in deze kano echt spannend is. En ik vind het ook echt spannend. Ik begin helemaal, nou zeg, kan ik mijn ademhaling nog wel rustig houden. Maar het is echt, het gaat niet vanzelf. Maar jullie gaan zien hoe dat gaat. Ik ga er nu heen varen. Ja. Zeker. Mooi. Kan hij daar niet aan vasthouden? Misschien moet ik hem wel zo gaan sturen. Naar voren. Ja, daar is het misschien. Dan gaat hij inderdaad, die glijd ik er niet aan. Zo gaat het wel. Ik sta hier bij de vispassage bij Geldermalsen. Man, echt 20 minuten bezig met dat ding uitladen. Dat wieltje zit niet zo goed vast achteraan de kano. Ik had een wieltje vastgemaakt waarmee je dan over de straat kunt rijden. Het gaat schiet steeds los. En nu moet ik hier instappen en dat is zo'n vage helling. Dus dat wordt toch best een klus misschien om dan fatsoenlijk in te stappen. Nou goed, we gaan het zien.
Die zit. En die daar. Dit gaat eigenlijk super voorspoedig. Het is denk ik 3:10. 3:15. Ik heb nog 1:15 om in Wadenoijen aan te komen. En dat moet lukken. Het is zulk lekker weer. Af en toe heb ik dan een briesje tegen en af en toe een briesje mee. Af en toe schaduw van bomen. Vaak open water. En in de lucht cirkelen buizerds. En je hoort een merel. Of toch een merel, dacht het wel. Bramen aan de zijkant, bessen, allerlei bessen. Het is echt Nederland op zijn mooist, zeg maar. Dit is in ieder geval niet de route. Het is echt een reusachtige stroming hier. Ik ga het hier maar proberen. Zo. Even op Google Maps kijken of er een andere route is hier. Nee, ik denk dat dit het snelste is. Nou, wens me succes. Dit doet ze. Auw. Ah, hier zitten veel brandnetels. Maar daar ga ik me gewoon doorheen bijten. Door de pijn dan, hè. Ik ga geen brandnetels eten. Kijk, dit is hier aan de hand. De linge maakt hier een sprongetje. En hier heb je dus het resultaat daarvan. En mijn boot ligt hier. Ik heb hem aan een touwtje vast. En nu moet ik hem de kant op gaan trekken. Maar de kant is gewoon brandnetels en gras. Dus dat wordt best een uitdaging. En dan moet ik hem daar aan de overkant, nou ja, na die tweede ijzeren reling, alweer in het water gooien. Ik vaar nu door de Betuwe en verschillende mensen die ik ontmoet heb komen hier vandaan ook. Die zijn hier geboren en getogen en dat zijn gemiddeld genomen zulke aardige mensen. Zo sympathiek en meelevend en ook heel normaal. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, zeg maar. Nou, dit heeft helemaal niks met de lingen te maken, maar er wonen gewoon best wel mensen waar je mee kunt samenleven in ons land. En helemaal in deze streek. €70.000, ja. Alsjeblieft. Blijdenstein. Mooi. Nou, die gaat... Nou, vraag maar naar ook het land. Ja, ga je doen. Een goede, een trouwe adverteerder. Je bent vrij om te gaan en op de A15 staan ze in de file. Ja, nou, echt ideale dag om hier... Ja, beter kan niet. Nou, dat is toch grappig. Ik spreek gewoon mensen aan die langs de wal zitten.
En dat blijkt een trouwe adverteerder van het LA te zijn. Een van de modewinkel in Tiel hebben ze. En die man woont hier al 50 jaar, vertelde die. En ze waren lekker in de tuin een boek aan het lezen, hij en zijn vrouw. En hier is een mooie haar aan de zijkant. Ga ik even een foto van maken. Oh, hij gaat nu weg. Ja, schitterend. Ja, nee, daar heb je geen last van. Eerder gemak. Een beetje afkoeling. Yo. Ik heb mee vaarders. Je moet toch echt die kajakstintjes vinden, Nien? Dan gingen we veel harder. Even keren. Dan kan ik even een hele mooie foto maken. Papa, u verpest het plaatje. Nee joh, dat is gewoon een toevallige voorbijganger. Yo. Oh, de cake! Wacht even! Oh, ze hadden cake gebakken voor mij. En die moet wel mee. Fijn, hè? Dankjewel! Bakje voor je ouwe. Nou, nogmaals, tot ziens. Dat was de familie van Kuilenburg en nu ga ik door naar de familie Draaier. Zij wonen aan het Lingemeer, dat is ter hoogte van Echtelt. En er zitten in ieder geval twee plekken in waar ik weer de boot uit moet. Dus we gaan zien of dat net zo soepel gaat als vanmiddag, want dat ging toch best wel goed. Goeiedag, kan ik hier gewoon aanleggen en dan... Mooi. Nou, heel verhaal weer. Ging redelijk vlot. Het is hier ook weer zo mooi. De oever is hier heel laag. Die loopt dan op. Dat is heel mooi. Er is trouwens geen plek in Nederland waar mensen elkaar zo vaak groeten dan op het water. Echt iedereen. Hoewel je allemaal in verschillende schuitjes zit, in een ander schuitje, zit je ook een beetje in hetzelfde schuitje. En dus groet iedereen elkaar. Het lijkt alsof ik hier eerder ben geweest. Kijk, in de achtergrond een molen en daar een kerktoren. Dat plaatje hadden we gisteravond ook. Kijk, dat is toch schitterend. Ik zal een stukje over de weg geholpen moeten worden. En de familie Draaier, waar ik ga slapen, die gaan mij ook helpen daarbij. Dus ze komen nu met de auto daarheen. En nou, ik weet niet wat voor operatie we dan gaan krijgen. Maar op de een of andere manier word ik over het Amsterdam-Rijnkanaal heen gebracht. Omdat dat ook het meest veilig is. Want het schijnt best een hachelijke onderneming te zijn om het kanaal over te varen. Vanwege de scheepvaart daar. Dus nou ja. Die paar metertjes van de Lingen, die smokkelen we dan maar even met de auto. En jullie zien in de achtergrond denk ik een fuut achter mijn hoofd gaan.
Goedenavond. Zo, goeiedag. Gelukkig om eruit te krijgen. Ik dacht ineens, ik leg hem vast op de kant. Ja. En nou, ik zal even een hand geven. Welkom. Dank, Chris. Mooi hoor. Ja. Zo, wat een onderneming. Best wel. Ja. Ja. Maar het lukt allemaal. Het lukt echt wonderbaarlijk goed. Ja, ligt hier heel mooi zo. Ja. De pedal is ook best handig. Ja. Daar in de verte zien jullie meneer Draaier. Die heeft mij opgehaald. En de kano zit in de auto. En hier zien jullie dat gebouwtje. Dat is van het gemaal. Van de Lingen, zeg maar, onder het Amsterdam-Rijnkanaal door. Dus ik denk dat daar, achter dat stuk daar, is het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus we zijn nu weer vlak bij die onderdoorgang. En hier is een soort steiger waar we weer de kano in het water kunnen leggen. Dus oké. Kan ik al veel doen? Ja, inmiddels heb ik enige ervaring met stappen. Goed, tot zo. Ja. Daar in de verte zijn de windmolens bij Echtold. En hier kom ik bij de zandafgraving waar het Lingenmeer uit is ontstaan. Dus ik ben nu bijna op de plek waar ik door de familie Draaier word. Ik moet in het Lingenmeer geteeld worden. In ieder geval de kano. En daar gaan ze me ook even bij helpen. Echt wat die mensen allemaal voor me doen. En niet alleen deze familie, maar allemaal. Is weer wonderbaarlijk, maar misschien val ik in de herhaling. Ik moet er bijna zijn. Oh, echt. Oh, jullie zijn er ook echt net pas. Ja, ja. Oh, nou dat is goed, dan zet je het maar heel goed. In de buurt en die zei, oh joh, mijn kinderen varen er ook onderdoor. Oh, ja. Dit is wel een beter plekje, zeg. Mooi, hè? Ja. Zo. Een beetje in de buurt blijft, dan kan ik nog terugvallen op het aanbod. Ja, precies, ja. Het is mijn stukje, hè. Ja. Wil je ze even meenemen anders? Of, Yes. Via het meer en dan wij varen op via het meer. Ja. Ja, dat bedoel ik wel. Dan moet ook maar een groot weer. Dan zelf maar een klein beetje. Ja, 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 ja. Hallo. Ik zit bij de familie Draaier op de slaapkamer van een van hun zoons. En morgen is het weer vroeg dag. Ik denk dat de wekker om 6 uur gaat staan. Dank voor het kijken weer en tot
de volgende week. En ik wil jullie nog even attenderen op het goede doel dat aan deze actie gekoppeld is. De onderdak voor de kerkelijke gemeente in Jordanië. Als je geld ervoor over hebt, maak het dan over via de link in de beschrijving. Tot volgende week. Jongens, dit is zo niet de bedoeling.